Hi gemeente, mijn naam is Bart en ik neem jullie mee tijdens een nieuwe aflevering van Church News. Ben je vandaag voor het eerst in de Dome of op een van onze campussen, dan willen we je extra welkom heten. Voel je thuis en stel gerust je vraag aan een van onze pastorale werkers. Je kunt ze herkennen aan hun badge. En na deze aflevering van Church News wordt gevraagd even je hand omhoog te houden. We willen je dan graag wat geven. Het is tijd voor de mededelingen. Schrijf je mee? De Lounge staat centraal voor jouw persoonlijke geestelijke groei, waarbij we in een ontspannen sfeer pakkende onderwerpen aankaarten. Met Q&A's, workshops, jam sessies, bits en bytes vinden we elkaar iedere maand terug in de Lounge. We zorgen voor elkaar zoals de liefde van God dat bedoelt. Laten we uitstappen om te doen wat Jezus van ons vraagt, elkaar versterken. Dus, ben jij tussen de 18 en 35 jaar? En ben je ingeschreven bij Levende Steen Ministries? Dan zien we jou bij de Power Pack Lounge. Everybody counts in the lounge. Hallo allemaal, mijn naam is Kevin en zaterdag 3 november heb ik het voorrecht om bij jullie op de PPY Base in Leerdam te mogen spreken. Ik kijk er naar uit om jullie te motiveren en te inspireren vanuit Gods woord. Het begint om 7 uur, dus ik zie je daar en kom niet alleen, want we're not holding back. Tot dan. De week van 5 november is Supernatural Miracle Week. We bidden op iedere locatie speciaal met mensen die ziek zijn of een nood hebben. Wie neem jij bewust extra in het bijzonder mee in je gebed deze week? Heb je vrienden, familie of kennissen die het momenteel moeilijk hebben? Nodig ze uit. We bidden voor doorbraak in situaties en geloven dat alles anders is. Ga voor tijden en informatie naar onze website. Tijd voor wat actie! 9 november gaan we tijdens de Teens Active naar Sporthal Olympia in Spijkenissen om ons uit te leven. De Active is voor iedereen tussen de 12 en 18 jaar. We verzamelen om 7:30 in de Dome en zijn rond 10:30 terug. Kom alvast in je sportoutfit, zodat we de tijd optimaal kunnen benutten. Tot 9 november! Alle mannen, de inschrijving van een strong man is geopend. Het thema dit jaar is Unbeatable Man. Met termen als unbeatable, burger building, uitdaging en mannenpraat zijn we bezig om een leuk programma neer te zetten en is het zeker de moeite waard om je op te geven. Noteer 24 november in je agenda en vergeet niet om je tijdig aan te melden. Introduceer of iemand sponsoren. Deze persoon kun je ook aanmelden via de website met zijn gegevens. Ga naar levendesteenministries.nl/strongman. Dit was Church News weer voor vandaag. Op de website kun je Church News nogmaals kijken en een overzicht vinden met aankomende activiteiten. Een fijne zondag en tot de volgende keer.